Zo, hallo allemaal. Daar ben ik weer. Dit keer even geen wedstrijd, maar een overzichtje. Het is inmiddels 21 januari in het spel. En laten we even kijken wat we kunnen doen. Nou ja, je kan hier rechts zien de topscore. Dus Kuyt zit lekker bovenaan. 19 goals. Nummers 2 en 3 die voelen volop als op 10 doelpunten. Dit is mijn laatste opstelling geweest. Even kijken wat wanneer hij is weer terug van een blessure. Dus die kan mooi op de bank. Kan hij weer wat minuten gaan maken. En eens even kijken wat voor transfernieuws ze hebben. Dan zijn we hier. Transfer offer. Iemand wil Schuurman kopen. Daar heb ik al aardig wat boden op gekregen op Schuurman. Allemaal een beetje hetzelfde. 1,2 miljoen. Pond. Staat hij bij mij op. Dus maar dat vind ik een beetje weinig. Dus dat doen we niet. Nou, hier al gelijk al een goeie. Een nieuwe spits. Hij is 19 jaar. Hij is heel snel. En voor 1,5 miljoen ga ik hem kopen bij deze. Dus dat is lekker. Eens even kijken. Ja, nieuw signing, snap ik. Ik heb gevraagd wat ze voor Ziyech willen hebben. En ze zijn blijkbaar niet geïnteresseerd om te praten. Dat vind ik nou jammer. Ik had hem graag gehad als eventuele opvolger voor Vilena. Kijk, ik kan hier zien 5,5 miljoen pond geboden. En die zal binnenkort wel vertrekken. Dan heb ik tevens ook nog, even kijken... Op St. Justen geboden voor Van Heerenveen. Die wilde er 3 miljoen voor hebben. Ik heb 2,5 geboden. Even uit mijn hoofd 2,6. Dus hopen dat ze daarmee akkoord gaan. Eens even kijken wat we hier hebben. Update van de Zweedse scouting. Ah ja, Turkije wilde hem als bondscout. Dat heb ik niet gedaan. En voor de verandering maar weer eens een bod op meneer Schuurman. 1,3 miljoen. Nou jongens... 18-jarige talentvolle middenvelder. Oh ja, daar komt Twente, die wil hem kopen. Ze willen niet onderhandelen over Ziyech, maar ze willen ondertussen wel mijn talent kopen. Nou, dat doen we dus even niet. Nou ja, dat waren de transferdingen. Even kijken. Wat ik nog geprobeerd heb is om... even kijken, ik zag hem hier naartussen staan. Ik zie hem nu niet meer staan. Waar is die gebleven? Die hier tussen. En mijn aanvallers. Ja, hem heb ik geprobeerd te kopen. Maar voor hem wilden ze 11 miljoen hebben. 18-jarige spits van Basel. 11 miljoen vond ik toch een beetje te veel. Kon het wel betalen, maar dan was ook gelijk echt alles op. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb gekozen voor die jongen van... Manchester City. Op aanraden van iemand die een post had gedaan onder een van mijn video's. Dus daar ben ik hem dankbaar voor. En eens even kijken. Ik kan me op de bank zetten en dan laten we hem eens invallen zo meteen. De volgende wedstrijd. Misschien nog wel even naar het seizoen kijken. Naar de hier tabel. Er staan 5 punten inmiddels voor op Ajax. Dus dat gaat lekker. Kuyt topscorer, dus dat is ook lekker. En we gaan nog eens even een dagje verder. Matchday tegen Heracles. Player sold, kijk, nou, dat was Vilena. 5,5 miljoen verkocht. Dus dat zat er aan te komen. En wat ik dan eigenlijk wil doen... toch een bod uit gaan brengen op Ziyech. Ik denk niet dat ze het gaan accepteren. Maar ik ga het altijd proberen, toch? Misschien kan ik Schuurman wel in ruil aanbieden. Ik heb 14 miljoen. Hij is 7 waard. Ik ga gewoon 10 bieden. Plus meneer Schuurman.
Nou, kijken wat het wordt. Nou, dat was het voor deze video. Bedankt voor het kijken. De volgende video zal een wedstrijd tegen Heracles zijn. Kun je daar vast op voorbereiden. En nou ja, mocht je het leuk vinden, druk even op like. Mocht je het super leuk vinden, subscribe dan als je dat nog niet gedaan hebt. Laat een reactie achter en tot de volgende keer. Later!